Glijduiverschutter Henny Blom test de shotcam. Je ziet echt wat er goed gaat, wat er fout gaat. Vooral waar je schiet uiteraard. De slow motion beelden zijn heel prettig. Dat je echt terug kan kijken van nou waar ging het precies fout. Bevestiging van dingen die vermoeden. Dat vooral. Ik wist redelijk goed waar ik zat met mijn schot naar mijn gevoel. En nu zag ik echt de bevestiging van het klopt wat je denkt. En dat scheelt heel veel. Maar ook de dingen waarvan ik dacht van nou gaat dat nou wel goed zoals ik het in mijn hoofd heb zitten. Ging ook goed en dat was minstens zo belangrijk. Heel makkelijk. Je zet hem aan, je gaat schieten en naar de hand kijk je terug. Ja, kind kan de was hem. Stelt niks voor. Ik denk dat je vooral moet richten de mensen die ergens tegen een probleem aanlopen. Die zeggen van ik kom gewoon niet verder, wat doe ik altijd verkeerd. De hele geoefende schutters die hebben dat struikelblok vaak al wel overwonnen. Zodra dat je op een punt gaat komen dat je zegt van nou, ik loop altijd ergens tegenaan. Wat gaat er nou mis? Altijd met een rabbit of met een inkomer of met een dwarse duif. Dan is dat wel het juiste moment om met de shotcam aan de gang te gaan. Ik weet zeker dat heel veel jagers gewoon onderschatten waar hun schot echt zit. En dat kunnen ze met de shotcam heel goed terugkijken.